Dubai, stad met 9 miljoen inwoners en ook heel veel toeristen komen hier graag naartoe. Ook veel voetballers, onder wie Jorginho Wijnaldum, de Rotterdamse middenvelder van Liverpool, die onlangs nog bij ons werd uitgeroepen tot sportman van het jaar bij de Sport Awards Rotterdam Rijnmond. Hij heeft ons gevraagd om die prijs hier uit te reiken, in Dubai, waar hij op vakantie is. Maar natuurlijk gaan we niet alleen praten over die mooie prijs, nee, we blikken ook terug op zijn carrière, we kijken vooruit. Oftewel een half uur lang FC Rijnmond met Jorginho Wijnaldum, onze sportman van het jaar. Een grote vriend. Ja? Ja, zeker. Willem. Willem, ja. Genie. Top. Het heeft wel lang geduurd voordat je eindelijk is gekozen tot Rijnmond, speler van de Rijnmond. Ja, dat zegt mij wel iets. Jou zegt het wel iets. Ook die tegenover me zit, die Frank, want die heb de hele tijd al zitten pushen. Dus één ding. Ga jij nou maar gewoon je gang en ga maar op deze weg door. Want dan kunnen ze nooit van zijn leven om je heen. Ginny, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Sportman van het jaar van het Rijnmondgebied. Jij zegt altijd, alle prijzen zijn welkom. Dus dit is denk ik ook een hele mooie. Geniet ervan. Toi, toi, toi. Ginny, gefeliciteerd. Sportman van het jaar. Ja, je hebt het verdiend. Je hebt bijna alle prijzen gewonnen. We wachten er op nog eentje, de Premier League. Maar ja, als jullie zo doorgaan, dan gaan jullie dat zeker ook worden. Ik ben hartstikke trots op je jongen en ja, ga zo door. Ginny, goedemiddag jongen. Leuk dat ik je even mag toespreken, want ik heb begrepen, je hebt prijs van sportman van het jaar van RTV Rijnmond gewonnen. Gefeliciteerd. Wederom erkenning voor een geweldig jaar die je hebt meegemaakt en waarvan je ons ontzettend hebt laten genieten. Het zal niet de prijs zijn die bovenaan staat, want je hebt inmiddels al zoveel gewonnen, hè? Champions League. En zoals het nu lijkt, krijg je een mooi kampioenschap bij. We zien elkaar gauw weer. Kijk ik naar uit, want je bent een geweldige gozer. En, dus we gaan lekker verder zoals we bezig zijn. En EK winnen, jongen. Dan kan deze prijs, RTV Rijnmond, kan in de kelder. Groetjes, sterkte, ik zie je. Vind je mooi, hè? Mooi, prachtig. Zeker omdat het van hem komt natuurlijk. Hele goede band met Coman en ook ja, de manier hoe hij met het team omgaat. Dat ja, spreekt mij heel erg aan. Nee, niet alleen mij, maar ook de spelers. En ja, daarom gaat het denk ik zo goed bij het Nederlands elftal. Ja? Ja, zeker. Echt door Coman? Zeker door Coman. Hij heeft natuurlijk wel wat veranderingen doorgebracht. Hij heeft de eerste is hij veranderd van locatie. Hij is van Huis de Duin naar Zeist gegaan. En ja, met de selectie die hij gemaakt heeft. Maar heel veel mensen vonden het ook een beetje saai naar Zeist. Nee, dat was een oordeel die vele mensen hadden. Die ik ook had, moet ik eerlijk zijn. Ja. Eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk is het heel goed bevallen. En ja, Zeist is toch wel zeg maar een plek waar we echt met elkaar om moeten gaan. En met elkaar omgaan als spelers. We hebben ook een hele hechte groep. En Zeist heeft daar zeker bij geholpen. Spelletjes doen met elkaar? Ja, niet alleen spelletjes, maar ook de setting die we hebben in Zeist. Dat je gewoon met elkaar bezig bent. Dat je met elkaar praat en alles. En ja, dat spreekt iedereen wel aan. En je vindt het mooi om die prijs te krijgen? Ja, prachtig natuurlijk. Ja. Ik ben al een keer talent van het jaar geworden in Rotterdam en nu sportman van het jaar, dat is wel mooi. En terecht, hè? ja, ik denk het wel. Iedereen heeft zo zijn eigen mening over wie zoiets moet winnen. Maar ja, ik denk als voetballer is het wel terecht. Maar wat ik net zeg, iedereen heeft zijn eigen mening met zulke dingen. Dus er zijn ongetwijfeld hele goede andere sporters die het ook al wel hadden verdiend of hadden kunnen winnen. Dus, ja, maar je bent blij dat jij het geworden bent. Ja, heel blij. Ja. Natuurlijk wil je winnen. Wil je sportman van het jaar worden in jouw stad waar je geboren en getogen bent. Dus dat is prachtig. Aan de hand van een aantal filmpjes van voor jou dierbare mensen gaan we deze speciale aflevering van FC Rijnmond maken. En ik ga jou een aantal filmpjes laten zien. Dus als ze net zo leuk worden als Koeman. Zullen we het zien? Naast het feit dat het een goede voetballer is, hè, is het ook gewoon een heel goed mens. Heb je daarom nog extra bewondering voor hem? Nee, maar meestal is dat het belangrijkste. Wat een goed mens. Ja.
Dus dat... ja, dat is vaak nog belangrijker dan goede spelen. Als je maar goed in elkaar zit. Nou, dat heeft hij... Dat heeft hij al vaak laten zien of laten blijken. Gewoon een goede toch? Jongen voor iedereen, toch? Ja, dat is geweldig. Lijkt me een geweldig iemand. En altijd Leip Rotterdam. Hij houdt nog steeds van Rotterdam. Ja, ja. Nou ja, dat is niet zo gek, toch? Nee, allemaal een beetje. Dat is toch eigenlijk wel... ik ben niet in Rotterdam geboren, maar... Het is natuurlijk wel een geweldige stad. En ook geweldige mensen. Ja, Willem. Je grote vriend? Ja, zeker. Wat is jouw band dan? Ik heb een hele goede band met Willem. Ik spreek Willem wekelijks. Wekelijks? Ja. Ja. En ja, we hebben een hele goede band. Maar dan bel jij hem even op? Ja, we bellen elkaar. Maar waar gaat het dan over? Over alles. Voetbal. Dagelijks leven. Maar we praten ook heel vaak over Feyenoord. Oh. We zijn natuurlijk allebei Feyenoorders. En, hij is kritisch, ja. Hè? Hij is heel kritisch. Maar dat vind ik juist goed. Ja? Maar hij is ook kritisch naar mij toe. Oké. Okay. Dus ja, kijk, Willem die heeft altijd het beste voor. Met spelers. Of in Feyenoord geval met de club. En ja, daar is hij gewoon heel kritisch in. Hij is een hele nuchtere man. En hij zegt gewoon wat hij denkt. Echt de Rotterdamse mentaliteit. Jij toch ook? Ik zeker, ja. Maar wat zeg jij dan over Feyenoord? Feyenoord, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ze zijn eigenlijk heel moeilijk begonnen, maar ik vind dat ze het nu wel goed doen. Ik kan niet alles volgen, of het kan wel, maar ik ben niet echt altijd met voetbal bezig, moet ik zeggen. Maar sinds Dirk advocaat is, hebben ze weer de weg omhoog geslagen. Maar bij belangrijke wedstrijden, en je kan kijken... Dan ga je er echt even voor zitten voor Feyenoord. Dan probeer ik er wel voor te zitten, ja. Maar het komt wel eens vaak voor dat we op dezelfde tijden spelen. Of hun spelen wanneer we moeten trainen. Dus het is niet altijd mogelijk om die wedstrijden te kijken. Nee. Maar samenvatting probeer ik wel te kijken. Maar daar zie je niet alles van de wedstrijd. Dus dan is het moeilijk om je oordeel te geven. Ik ga niet vragen wie jouw favoriet is binnen Feyenoord, welke speler. Want misschien dat hij nog wel even terugkomt in een filmpje zo. We zullen het zien. Wat is je band met Rotterdam? Hoe vaak ben je er nog? Hoe vaak ben ik er nog? Nou, als ik vrij heb dan, en ik heb de energie, dan ga ik wel naar Rotterdam. Dan probeer ik gewoon de mensen op te zoeken die ik lang niet heb gezien. Heel vaak naar mijn oma toe. Mijn broertje natuurlijk. Ja. En vrienden. En, yeah. Hoe gaat het met oma? Goed. Het is net terug uit Suriname. Ik hoor het, ja. Dus, ze is 89 inmiddels. Ja, klopt. Ja, het is zo eigenlijk wonderbaarlijk dat je zo'n leeftijd mag halen. Ja, en nog steeds gewoon even op en neer naar Suriname kan. Ja, en ook naar Engeland, moet ik zeggen. Dus ik ben eigenlijk gezegend dat ze dit nog, dat ik dit nog kan meemaken, zeg maar. Ja. Nou ja, er zijn weinig jongens van jouw leeftijd die zo'n goede band hebben met een oma op die leeftijd. Ja, precies. Ik moet eerlijk zeggen, de band met mijn oma die was altijd al heel sterk geweest sinds ik klein ben. En hij is eigenlijk alleen maar sterker geworden met de jaren eigenlijk. En als ik bij mijn oma kom, vertelt ze altijd weer verhalen over hoe het vroeger bij haar ging. En ook gewoon over het dagelijks leven, hoe het met me gaat en vraag hoe het met haar gaat natuurlijk. En, ja, het is gewoon een heel mooi gevoel als je met elkaar kan zijn. Noem je haar nog steeds ma? Nog steeds. Iedereen in de familie. Ik denk dat we dat gewoon hebben overgenomen van onze moeders en vaders. Omdat zij is natuurlijk de moeder van mijn moeder. En mijn moeder zei altijd ma. En dat heb ik gewoon overgenomen. En dat geldt voor al mijn neefjes en nichtjes. Dus, eigenlijk ook voor buitenstaanders. Die noemen haar gewoon ma. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon haar naam. Ja. Heel veel mensen weten dat jij een hele goede band hebt met je oma. Maar waar weinig mensen weten dat jij bijna bent opgegroeid in Amsterdam. Dat weinig geschild. Dat zou wel gebeuren. Ja. Als mijn oma niet had eigenlijk ingestemd met dat ik in Rotterdam kon blijven. Dan had ik in Amsterdam gewoond. Ja, mijn broertje heeft er wel even gewoond. Omdat mijn moeder die woonde in Rotterdam. Ik woonde bij mijn moeder en zij ging toen verhuizen en vertelde me dat we zouden verhuizen naar Amsterdam. Maar ik was eigenlijk elke dag met mijn oma. Mijn moeder ging werken natuurlijk. En na school
ging eigenlijk iedereen naar mijn oma toe. Ja. Want mijn tantes, iedereen ging werken. En dan alle kinderen die uit school kwamen, die gingen naar mijn oma toe. Want mijn oma was altijd thuis. En dan, ja, het was heel leuk. Altijd een druk huis bij mijn oma, mijn neefjes en nichtjes. Dus de familie was toen de tijd heel close. Ja, ja, dat wou ik toen de tijd niet achterlaten. Dus toen heb ik aan mijn oma gevraagd, zonder dat mijn moeder het wist, als ik bij haar mocht blijven wonen. En toen heeft mijn oma gezegd dat het goed is. En die heeft het daarna met mijn moeder geregeld. Mijn moeder vond het in eerste instantie geen goed idee. Maar mijn oma heeft het er doorheen gedrukt. En ja, toen mocht ik blijven. Ja. In Schiemond, hè? Ja. Dat is een beetje jouw wijk. Ja. Weet jij nog jaren geleden dat jij en ik en ook met je broertje door Schiemond liepen? Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, gingen we langs de pleintjes, ja, en waar mijn oma woonde, de straat, ja, en alles. Mag ik niet met jullie? Oké, ik mag niet met hun. Dan moet ik met jullie. Krishna! We dromen ervan om ooit samen te spelen bij een hele mooie club. Barcelona. Nou, ja, maar het maakt niet uit wat voor club. Als het maar een mooie club is en prijzen kunnen winnen. Weet je wat ik heel grappig toen vond? Dat weet je denk ik niet meer. Maar je had net een nieuwe auto van Feyenoord gekregen. Een Toyota Aygo of Yaris. Een heel, ja, kleintje. Auris, Auris. Ja. Was het een Toyota Auris? Nou, het was een klein autootje. Het is een klein autootje, ja. Ik hou wel van kleine autootjes. Ja, ja. Maar jij vond het heel stoer om met de afstandsbediening en op een afstandje te laten toeteren en open. Ah, ja, dat vond ik geweldig. Nog steeds, hè. Ik heb die toeter nu wel, ik heb de toeter wel uitgezet nu. Mijn auto die ik nu heb. Maar, dat is geen klein autootje meer, denk ik. Nee. Nee, dat niet. Maar tot een paar jaar geleden huurde ik altijd een Citroën C1. Echt in, waar? Ja, als ik naar Rotterdam kom. Dat is lekker, lekker compact. Compact, ja. Maar iemand heeft de aanrijding gemaakt met je auto, dus die is toen weg. Kon maar ik jij huurde een auto, een Citroën? Ja, toen de tijd. Ja. Maar dat kon niet meer, wat ik net uitleg. Iemand heeft een aanrijding meegemaakt, dus de auto ging naar de sloop. Jammer genoeg. Weet je nog wat je vroeger wilde worden? Voordat je voetbalde? Ik wou iets met acrobaat doen. Ja? Ja, klopt. Dat las ik, ja. Ja. Acrobaat. Maar dat mocht niet van oma. Nee, ze zei dat het te gevaarlijk was en dat ik mijn nek kon breken. Dus ik mocht het niet doen. Dat was, ja, aan de ene kant is het goed afgelopen, maar ik vond het wel jammer toen dat tijd. Ja, nou, want je was gek op touwen klimmen en zo. En dat soort dingen, salto's maken. En ja, dat vond ik geweldig. Alleen, ja, mijn oma die wou het niet. Dus, nee, en dan heb je niks te zeggen. Nee, zeker niet als je thuis woont. Toen ging je lekker voetballen bij Sparta? Ja. Al vanaf de F'jes? Ja, open dag gedaan en toen werd ik aangenomen. Ja. Wat weet je daar nog van uit je Sparta-tijd? Ik weet nog dat het was volgens mij in 1996, ik weet nog dat het de open dag was. Waar waren zoveel kinderen dat Sparta zelf hesjes tekort had toen de tijd. En dat het toch wel bijzonder was dat ik van al die kinderen toch ben uitgekozen. Mm-hmm. Terwijl voetbal vond ik leuk, maar dat was meer omdat mijn familie is echt voetbalgek. En mijn vrienden op school en in de wijk voetbalden. Dus ja, ik deed eigenlijk maar mee. Maar het was niet echt iets waar ik dacht van, dit is echt het eerste wat ik wilde. Dus dat ik werd gekozen was wel bijzonder. Dus, ik denk dat er meerdere kinderen waren die echt gekozen wouden worden. Ja, ja. En echt meer hun best deden om gekozen te worden. Ik deed het gewoon omdat ik het leuk vond. En ja, ik had mijn oma een belofte gemaakt dat ik profvoetballer zou worden. Dus, ja. Ja, je hebt gezegd van later ga ik voor u zorgen. Ja, als profvoetballer. Ja. Maar ik heb gemerkt dat het niet eens hoeft. Zij heeft geen verzorging nodig, zo'n sterke vrouw. Ze vond het Sorry, ja? Sorry? Nee, ze vond het bij Sparta. Vonden ze het niet zo leuk dat je helemaal gek was van Feyenoord? Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik durfde het ook niet altijd te zeggen toen ik klein was. Feyenoord was eigenlijk zeg maar taboe bij Sparta. Mm-hmm. Dus vanaf de F'jes tot de C, zeg maar, of tot de D. Toen ze wouden niet, Feyenoord mocht je niet zeggen bij Sparta. Dus ik durfde het ook niet. Dus als ze me vroegen voor wie bij je, zei ik Ajax. Maar ik was eigenlijk voor Feyenoord. Maar mijn teamgenoten wisten dat ik voor Feyenoord was. Maar de Sparta die kon dat niet accepteren. Nee, die wou het niet weten. Nee, want jij bent ooit naar de open dag gegaan van Feyenoord. Ja. En toen raakte je verkocht. Ja, met Jeffrey Bruma en zijn zus. Jeffrey Bruma en zijn zus die nam ons mee naar de open dag van Feyenoord. En daar is het eigenlijk alleen maar sterker geworden. Want ik was daarvoor al Feyenoord-fan. Als een van de weinigen bij Sparta. En ik wou ook altijd naar Feyenoord toe. Maar
Nou, ik had het zo goed bij Sparta dat mijn oma niet wou dat ik wegging. Dus ik was eigenlijk al Feyenoord fan. Maar toen Jeffrey Bruma zijn zus ons naar de open dag had gebracht, toen was ik helemaal weg van Feyenoord. En ja, toen wou ik echt graag voor Feyenoord spelen. Weet je nog wie er uit de helikopter kwam toen? Zo, weet ik niet eens meer. Ik ging wel op de foto mee spelen. Ja? Maar, weet je nog eentje? Van Kalou. Oké. Okay. Ging mee op de foto. Dat weet ik nog. Dus ja, dat was wel geweldig. Ja. Dat is iets wat me altijd bij zou blijven. En je ging in de C naar Feyenoord. En toen ontmoette je een bijzondere man. Humphrey. Ja, Humphrey. Ja, Humphrey, nog steeds je zaakwaarnemer. Nog steeds, ja. Al 16 jaar. Ja, klopt. Dat is niet normaal. In het begin, omdat het natuurlijk niet mocht, kon hij niet echt veel dingen doen. Nee, want je was 13. Ik was 13, ja. Maar de band is wel altijd echt maar goed gebleven met Humphrey. En was al toen al goed. Nu is het gewoon geweldig. Ja. Ik ben blij dat hij de dingen kan meemaken die ik nu meemaak. Dat we samen meemaken, omdat we natuurlijk een geschiedenis samen. Ja. Weet je nog waar jullie eerste ontmoeting was? Was volgens mij in een eethuis. Is het Zorg en Hoop? Ga maar kijken. Ik dacht dat het Zorg en Hoop was. Hij was de jongste speler die ooit bij ons binnengekomen was. Ik had zijn oom ontmoet, Delano Wijnaldum, op een toernooi in Culemborg. En toen zei hij tegen mij van, Humphrey, ik heb een neefje bij Sparta. Hij zegt, zou je een keer willen kijken, want hij is echt een toptalent. Ik zeg, hoe oud is die? En toen vertelde hij dat hij was 13 jaar toen op dat moment. En ik zei, nou ja, dat is eigenlijk te jong. Dat onder de 16, dan doen wij eigenlijk niet veel met spelers. Hij zei, ja, maar het is toch wel de moeite waard. Kom toch kijken. Nou, dat hebben we een keer gedaan. En toen hebben we een afspraak gemaakt bij een Surinaams restaurant in Rotterdam. Zorg en Hoop. Het restaurant bestaat niet meer. Maar en toen heb ik eigenlijk Jorginho voor het eerst echt ontmoet. En, ja, ik was eigenlijk, ik dacht van, ja, 13 jaar en zo'n persoonlijkheid. Wat er gebeurde was, hij wist precies wat hij wilde. Hij wilde prof worden, hij wilde in de top gaan spelen en hij wilde een van de beste voetballers van Nederland worden. Nou, dat was ik van onder de indruk. Ik denk, ja, dat is mooi. Maar heel veel jongetjes zeggen dat toch? Wat zeg je? Heel veel jongetjes zeggen dat toch? Jawel, maar hij was echt overtuigend. Hij zei het met heel zijn, met passie vertelde hij dat. En het was echt indrukwekkend. En ik dacht, dat vind je persoonlijkheid. Dus dat gaat lukken. Ja, een gepassioneerd mannetje. Ja, dat zei hij. Ja. Herken je jezelf daarin? Ja, ik was gewoon mezelf. Ik zei gewoon wat ik dacht op dat moment. En ja, dat kwam zo over. Ja. Maar dat hebben de meeste Rotterdamse jongens toch? Ja, dat zei ik dus ook. Nee. Heel veel jongens zeiden dat, maar voor hem was het toch extra bijzonder. Misschien omdat hij uit Amsterdam komt. Nee, Amsterdammers hebben het ook. Ja. Die zijn nog iets overtuigender. Ja, die zijn nog iets overtuigender, ja. Ik was eigenlijk vrij zeker op jonge leeftijd. Eigenlijk nog op jongere leeftijd nog meer dan latere leeftijd dat ik profvoetballer zou worden. En, dus ik zei het ook gewoon. Ja, en wanneer dacht jij van, ja, ik kan een van de beste van Nederland worden? Ik kan, hè? Toen al eigenlijk. Toen je 13 was? Ja, toen al. Eigenlijk toen ik jonger was al. Op pleintjes en alles. Toen speelde je de grote gasten voorbij? Niet gelijk in het begin, maar ik had wel het gevoel dat ik snel leerde. Dus het ging steeds beter. Want ik weet toen nog... Ik weet nog goed toen ik bij Sparta kwam in het begin. In de FVS was ik niet de beste speler. Dus ik was wel een van de slechtste. Omdat ik ontwikkelde heel snel en dan veranderde het. Zo. Ja. Dus ik had gewoon heel veel zelfvertrouwen. Ja. En jouw doel werd uiteindelijk, jouw eerste doel, om de jongste debutant ooit te worden in Feyenoord 1? Klopt, dat was mijn doel. Omdat, voor heel veel Surinamers en ook voor mij persoonlijk, was Glenn Seedorf is echt een held. Die heeft gedebuteerd met 16 jaar. En in de familie was het echt een ding. Ja, 16 jaar gedebuteerd, jongste debutant van Ajax. En, en ik zei tegen mijn oma en tegen mijn familie, ja, ik ga dat ook doen. Ik ga zelf jonger debuteren. En, bij jou weet ik het. 16 jaar en weet je ook het aantal dagen nog uit je hoofd? 148? Ja, 148. Ja. Dus dat is een jonger volgens mij. Ik denk het, ja. Ja, volgens mij een paar dagen jonger. Dus ik had het al in mijn hoofd. En...
uiteindelijk wisten ze dat bij Feyenoord ook al, dat ik dat wou. En ik weet nog dat Peter Bos mij... Ik moest op gesprek komen bij Peter Bos. En hij was toen technisch directeur? Technisch directeur, ja. Waar ik een hele goede band mee had en die me ook heel erg hielp. En een keer moest ik langskomen, maar ik wist niet waarom. Ik dacht dat het om iets van school zou gaan of zo, maar toen ik bij hem kwam, zei hij van ja... Omdat hij wist dat het een obsessie was om zo jong te debuteren, had hij meegekregen. Hij vond dat ik op kantoor moest komen, zodat hij me kon uitleggen dat het geen teleurstelling moest zijn voor mij als het niet zou gebeuren. Want de kans was natuurlijk heel groot dat het niet zou gebeuren. Maar ik wist gewoon dat het wel zou gebeuren. Zeg maar. Mm-hmm. Zoveel vertrouwen had ik. Oh. En uiteindelijk had ik in Erwin Koeman ook gelukkig een trainer die het aandurfde en die heel veel vertrouwen in me had. En die het me ook gunde. Wat ik zag was een heel leuk mannetje. Heel jeugdig, maar heel veel plezier in hetgeen waar hij mee bezig was. Dat was echt heel leuk om te zien. En hij kan natuurlijk heel aardig voetballen. Zag je dat toen ook al? Dus je moet wel kippen geweest zijn als dat niet zo was gebeurd. Als je dat niet had gezien. Waar moet je nou om lachen? Ja, wat die zeggen, of zag je dat toen al? Willem heeft altijd van die mooie uitspraken. Als hij vindt dat iets normaal is en iemand vindt het niet normaal, dan heeft hij altijd van die mooie uitspraken. Dus daar moest ik om lachen. Hoe kijk je nou terug op jouw tijd bij Feyenoord? Succesvol? Of? Voor mijn ontwikkeling wel. Was het wel succesvol, maar... ik heb één keer de KNVB-beker gewonnen. In de finale zat ik helemaal nog niet in de selectie. Zat ik niet bij de selectie toen, zat ik op de tribune. Dat was minder? Ja, dat was minder. Finale gehaald. Dat hebben we verloren voor Ajax. Maar echt in de competitie. We hebben nooit echt meegedaan om het kampioenschap, wat jammer genoeg is. Nee. Dus, en uiteindelijk wilde jij niet per se weg, toch? Nee, het hoefde niet per se. Nee. Maar allerlei dingen gebeurd. Ze hadden centjes nodig. Ja, dat ook. Ja. en andere dingen, maar ja. Nee, maar wat wel mooi is, dat jij natuurlijk een bedrag hebt gegeven aan de jeugdopleiding. Ja. Dat verdienden ze ook. En Feyenoord ook. Ja. Als ik kijk naar wat Feyenoord allemaal heeft gedaan voor mij om me te ontwikkelen, vond ik het meer dan logisch. Ze hebben er nooit om gevraagd of zo. Voor gezegd dat ik dat moest doen, maar uit principe heb ik dat toen gewoon gedaan. Ja, ja. Jawel, maar jij zegt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet, hè? Dat weet je zelf ook wel. Ja, het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Voor sommige personen is het wel normaal, voor mij persoonlijk is het wel normaal, omdat ze hebben heel veel tijd en energie in mij gestoken. Mijn familie geholpen, ik weet nog dat ze mijn moeder... Ze hebben gezorgd dat het mijn moeder makkelijker een huis kon vinden in Rotterdam. Die waren naar Rotterdam, maar het was niet altijd even makkelijk om een huis te vinden. Nu ook niet trouwens. Dus ze hebben wel alles eraan gedaan zodat ik optimaal kon presteren. En ik weet nog dat met Verbeek... Verbeek wist hoe belangrijk mijn oma voor me was. Die heeft gezorgd dat mijn oma bijvoorbeeld elke wedstrijd werd opgehaald. En normaal krijg je lunchkaarten. Ja, ja. Maar mijn oma die zat in een box. Dus ja, zulke dingen die regelde Feyenoord. In dit geval was het Gert-Jan Verbeek. Dus ja, voor mij was het vrij normaal om dat te doen. Ja. Toen ging je naar PSV, heb je succes gekend. Ook mooie vriendschappen opgebouwd, ja. Hè, met Memphis en Jetro Willems. Dat zijn volgens mij je grootste PSV-maatjes. Ja, klopt. Ja. Memphis en Jetro zie ik gewoon als familie. Ja? Ja, zeker. Die spreek ik nog dagelijks. En dat is meer dan vrienden. Dat is gewoon familie voor mij nu. Je bent een druk man als je iedereen zoveel belt. Willem, Jetro, Memphis. Ja, het is... je zoekt gewoon je momenten. En soms bellen hun, soms bel jij. En dan praat je gewoon... Tegenwoordig heb je WhatsApp, maakt het ook wat makkelijker. Soms stuur je gewoon een berichtje. En het hoeft niet lang te zijn. Nee. Memphis heb ik ook bijvoorbeeld van nu... Dat ik hem soms gewoon heb om te vragen hoe het met hem gaat. Mm-hmm. En dan heb je van die korte gesprekken. Maar... Gaat hij erbij zijn trouwens, EK? Ik heb een sterk gevoel van wel. Maar het moet altijd nog blijken. Ja. In die tijd bij PSV, toen schreef Willem van Hanegem ook een column over jou. Toen je
niet zo lekker in je vel zat. Klopt. Ik hoorde zelfs dat je misschien zelfs bijna wilde stoppen met voetbal, zei Humphrey. Ja, ik had het echt niet naar mijn zin. Dat was echt... dat was een moment in mijn carrière dat ik dacht van... ja, waarvoor doe ik dit eigenlijk? Ja, als je geen plezier meer hebt, dan ga je afvragen. Wil je dit nog wel en zo? Maar het is nooit echt zo ver gekomen dat ik wou stoppen. Het is, nee. Ik moet wel zeggen, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik dacht ook van, wat ga ik doen als ik werkelijk stop? Dus ik had eigenlijk geen plan B. Ik was wel geslaagd op school, ik had wel mijn diploma gehaald en zo. Ja, maar je was goed in wiskunde en economie. Wiskunde en economie. Maar dat was niet mijn, mijn roeping. Nee, want je vond het niet leuk dat je daar meer rechtsbuiten stond en je klopt, wilde op het middenveld. Ja, klopt. En Willem zag dat? Willem, die zag dat, ja. Maar Willem was jammer genoeg geen trainer. Ja, Willem die zag dat. En zo is onze band eigenlijk ontstaan. Hij had het stukje geschreven in het AD, als het goed is. Ja. En ik dacht, Willem schrijft precies wat ik voel. Mm-hmm. En ik wou van Willem weten hoe hij er tegenaan keek en waarom hij dat schreef. En toen heb ik eigenlijk via Guido Vader heb ik het nummer van Willem gevraagd. Ik had eerst met mijn zaakwaarnemer of met Humphrey besproken. Vind je het goed als ik Willem bel? Wat vind jij ervan? En hij vond het juist geweldig. Hij vindt sowieso dat je zulke dingen moet doen. Omdat mensen zoals Willem van Aardigem, Wim Jansen, die hebben een andere kijk op voetbal. En heel veel mensen snappen het niet. Mm-hmm. Maar als ze het uitleggen, dan krijg je daar toch wel echt respect voor. En dan hun kunnen makkelijk uitleggen wat ze bedoelen met hoe hun voetbal zien. Dus ik ben toen eigenlijk gaan zoeken naar het nummer van Willem. En ik heb toen aan Guido Vader gevraagd, het nummer van Willem. En ja, toen ik heb zijn nummer gekregen, hebben we gebeld. En Willem en ik, we hebben nooit gesprekken die korter zijn dan een uur. We zitten altijd uren aan de telefoon. Soms zitten we zelf in de auto of een van ons zit in de auto. En dan komen we bijvoorbeeld thuis aan en dan zitten we nog lang in de auto voordat we naar boven gaan. Omdat als je dan in een lift komt of wat dan ook, of je stapt uit dat de verbinding weggaat. Dus we praten altijd nog lang door. Ja. En dat was de eerste keer ook zo. Het is best bijzonder, want als er kritiek wordt geuit op een speler, denk heel veel spelers, F it. Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, kritiek, door de jaren heen bekijk ik het eigenlijk zo. Niemand heeft eigenlijk ongelijk in zijn mening delen. De ene vindt, als je een goede wedstrijd hebt gespeeld, vindt de ene dat het niet goed is, maar dat is dan degene zijn mening. Dus, ja. Dat hoeft ook niet fout te zijn. Dus ik laat iedereen een beetje in zijn waarde daarmee. Maar bij Willem had ik echt... We deelden eigenlijk hetzelfde gevoel. Ik ben ook heel kritisch op mezelf. En ik wou ook aan Willem vragen waarom hij dat geschreven heeft. En waarom hij het zo bekeek. Ja. Dus dat heeft hij me uitgelegd. En ik kon me daar wel in vinden. En toen kreeg je uiteindelijk het plezier weer? Ja, ook mede dankzij Willem. Ja, ik heb toen heel veel contact met Willem gehad, dagelijks contact. En toen heb ik het plezier gehad. Maar ook door Wim Jansen heb ik ook toen meegesproken. Oké, mooi. En heb ik ook weer het plezier teruggevonden. Je bent nu bijna 5 jaar in Engeland. Ja. Ben je gelukkig? Hoe is het leven? Heel gelukkig. Ik ben ook zo geïntegreerd in Engeland dat ik, als ik in Nederland ben, dat ik toch weer ik vaak het gevoel heb van ik wil weer terug naar huis. Echt waar? Ja. Het begon eigenlijk al bij Newcastle. Bij Newcastle heb ik echt een schitterende tijd gehad. Een jaartje. Maar ik had het zo naar mijn zin, ook buiten het voetbal. Het werd me ook makkelijker gemaakt, omdat Humphrey heel veel dingen al had geregeld. En ik had een vriend leren kennen. Of een jongen leren kennen die uiteindelijk mijn vriend geworden is via Tim Krul. En daar ben ik, die heeft me dagelijks geholpen met allerlei soorten dingen. Dus ik had eigenlijk één zorg en dat was gewoon zorgen dat ik goed ging voetballen. En alles wat daarnaast, dat was gewoon, was eigenlijk alleen maar plezier. En daarom ging het ook zo goed, moet ik zeggen. Ja, je ging dus 1 jaartje Newcastle. Ja. En toen ben je thuis geweest bij Pochettino. Ja. Eerst. Ja. En toen bij Jurgen Klopp. Klopt. Ja. Dan ben je een grote meneer. Als die mannen ze jou uitnodigen om naar huis te komen. Ik weet niet hoe hun met spelers praten.
Maar ze zijn, qua dat zijn ze best wel hetzelfde. Mm-hmm. Voordat ze een speler echt willen halen, dan willen ze een gesprek voeren met de speler. Ze willen weten wat voor soort speler het is. Kijk, dat die voetballend, dat ze die speler voetballend al willen, dat is al bekend. Maar ze willen ook weten hoe ze als persoon zijn. En voor hun is het team heel belangrijk. En past zo'n persoon in het team? Hebben ze dezelfde gedachten qua voetbal? Willen ze wel spelen zoals ik wil? En dat soort dingen. Dus waren hele goede gesprekken, hele mooie gesprekken. Dat zijn ook gesprekken die ik heel speciaal vind. Ja. Mijn carrière. De gesprek met Pochettino was heel speciaal. Ook omdat het ook, en zijn ook gevoelsmensen. De band met de persoon is ook heel belangrijk voor hun. En dat is ook persoonlijk voor mij. Ja. Dus we hebben hele mooie gesprekken gehad. En bij Klopp, daar heb ik dagelijks nog gesprekken mee. En dat valt me heel goed. Maar waarom uiteindelijk Klopp? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen Tottenham, die was, Liverpool, die was als eerst concreet. Dat was het jaar daarvoor eigenlijk al, toen ik nog bij Newcastle speelde. Toen waren ze al concreet. Maar gedurende mijn vakantie had ik niks meer van ze gehoord. En daarna, we hebben twee keer tegen Tottenham gespeeld. Het ging twee keer heel goed. En in mijn vakantie wou Pochettino met me praten. En toen heb ik gesproken. En ik was eigenlijk helemaal weg van de manier hoe hij wou spelen. En wat voor rol hij voor mij had. En de manier van trainen en alles. En ook omdat ik zag dat spelers beter waren of beter werden. Als ze met hem trainde of als hij ze in een team kreeg. Ja. Dus ik wou eigenlijk heel graag naar Tottenham. Alleen de clubs kwamen er niet uit. Wij kwamen er niet uit. Dus het was eigenlijk heel moeilijk om nog daar naartoe te gaan. Terwijl Pochettino en ik heel graag met elkaar wilden werken. Dus dat was geen optie meer. Nee. En daarna... toen werd het Klopp. Ja, 3 weken in de vakantie. Of na 3 weken in de voorbereiding. Toen had Winfrey gezegd dat Klopp met me wou praten. Terwijl daarvoor had de Liverpool al gesproken met ons. Of kenbaar gemaakt dat ze geïnteresseerd waren. Maar ik had nooit echt met de trainer gesproken. Mm-hmm. En toen was het tijd dat ik met de trainer ging spreken. En ik weet nog dat ik kwam aan bij Klopp thuis. En hij heeft een hele grote hond. En ik ben bang voor honden, dus hij moest zijn hond uit die kamer halen voordat we konden praten daar. Maar voordat we gingen praten over voetbal, hebben we eerst gesproken over vakantie, over hoe je bent als persoon. Uitgelegd wat voor persoon ik ben en heel veel dingen kwamen overeen. Dus dat was al een heel goed gevoel, voordat we over voetbal gingen praten. Ja. Mm-hmm. Stel van voetballen bij Klopp, de manier hoe hij het ging uitleggen en alles. Want ik wist alleen dat ze met heel veel energie speelden, met het pressen. En dat ze, gegenpressing. Gegenpressen, wat de Duitsers zeggen, counterpress, noemen wij het zelf in Engeland. Dat sprak me heel erg aan. Hij benaderde het spel anders dan andere trainers. Waar trainers bijvoorbeeld... als je tegen een team speelt die bijvoorbeeld heel gevaarlijk is, hele goede spelers heeft, die zakken dan heel vaak in en wachten totdat ze kunnen toeslaan. Maar hij is juist anders. Hij zegt van dat wil ik niet. Ik wil gewoon hoog druk zetten. Want als je de bal verovert, dan heb je meer kans om te scoren. Want het team die staat dan helemaal uit balans. Ja. Want ze staan zeg maar open om te aanvallen. En als je de bal verovert, dan heb je meer kans om te scoren. Eén, je moet minder rennen. Omdat je de bal voorin weer verovert. Of je verovert hem net weer nadat je hem verloren hebt. Dus dat sprak me heel erg aan. Het is een manier van... kijk eens eigenlijk, hoe maak ik het zo goed mogelijk voor mijn team. Zelfs als we tegen de beste spelers of beste team spelen. Dus ik was helemaal verkocht. En, hij zegt over jou, Wijnaldum heeft het vermogen om te switchen van de mindset. Heeft hij dat gezegd? Ja. Oh, dat is mooi om te horen. Ja. Wat bedoelt hij? Dat zou je moeten vragen. Ik denk dat hij bedoelt van... kijk, hij zet ook heel veel verantwoordelijkheid bij de spelers zelf. Hij zegt ook van... ik ben er om je optimaal te kunnen voorbereiden op een wedstrijd. Maar gedurende de wedstrijd is het niet
is het, gaat het niet hetzelfde als op de training. Nee. Spelers gaan niet dit doen wat wij verwachten. Dus dan moet je kunnen switchen. Je moet situaties kunnen herkennen en kunnen spelen met situaties. Dat je zeg maar, kan doen wat gevraagd wordt in de situatie. En dat, daar is hij heel erg mee bezig geweest met iedereen. Maar jij hebt dat heel erg geleerd. Je kan in allerlei rollen spelen. En nu zijn jullie al dik 40 wedstrijden ongeslagen in de eigen competitie. Ja. Ja. Volgens mij, ja. En er zijn nog twee andere ploegen ook die dat hebben in hun competitie. Quizvraagje. Welke twee andere ploegen zijn in hun competitie ook al zo lang ongeslagen? Nog steeds? Ja. Jullie al 40 wedstrijden achter elkaar, maar er zijn nog twee teams. Nog twee teams. Je weet niet, hè? Shakhtar. Ik wou niet uit de beste vijf. Shakhtar en... Robin Hood. Robin Hood? Suriname. Ja. Serieus? Ja. Ja, dat wist ik niet. Ja. Ik volg het... Het Surinaamse voetbal niet elke dag. Nee, maar het voetbal überhaupt niet echt elke dag. Dus, maar die zijn ook 40. Ja. Zo, dat is wel goed. Ja, dat vond ik een grappig feitje. Hebben ze me niet verteld in Suriname, toen ik daar kwam? Nee. Nee, dus... ja, dat is mooi. Maar Shakhtar ook? Ja, Shakhtar ook, ja. Ah, oké, top. Ja. Het is een, vergt heel veel concentratie, energie... Ja. Doorzettingsvermogen is niet makkelijk, hè? Nee? Nee, om dat te doen. Zeker niet. Jullie hebben af en toe ook een beetje geluk, maar als je zo vaak geluk hebt, heb je dat niet. Heb je geen geluk meer? ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Maar het wordt wel een bijzondere dag dat jullie kampioen gaan worden binnenkort. En niet zeggen, de competitie is nog lang. Nee, het lijkt, nu ziet het eruit dat we kampioen worden. De vraag is alleen wanneer. Ja. Er zijn heel veel gekke dingen gebeurd in voetbal, hè? Dus, dit is pas het eerste cliché wat je eruit gooit in een half uur gesprek. Niet slecht. Nee, klopt. Was die dag, die Champions League finale, was dat de mooiste voetbaldag uit je carrière? Qua prijzen winnen wel, ja. Ja? Ja, er zijn heel veel... ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt. Ja. En ik maak ze nog steeds mee. Ook zo mooi als toen? Ja, ik vind bijvoorbeeld... voor de wedstrijd, we hebben best wel veel gelovige jongens in het team. En voor een wedstrijd dan zitten we altijd op een kamer en dan bidden we samen voor de wedstrijd. Oh. En eigenlijk over alles, dat vind ik ook prachtig. Dat vind ik ook mooi. Ja? Ja, zeker. Dus ik vind allerlei dingen vind ik wel mooi. De trainingen. Maar het is bijzonder dat je met een groep jongens gaat bidden voor de wedstrijd. En dan, dan doe je het woord of zo. Dus dat gezamenlijk. Hoe gaat zo'n sessie? Ja, we komen gewoon bij elkaar en dan... In het geval bij Liverpool praat ik dan. En dan bid ik gewoon voor de wedstrijd en alles. Maar ook voor dat we het mogen meemaken. Dat we gezond zijn. En eigenlijk alle kleine dingen, dat die vrij normaal lijken voor ons. Maar eigenlijk, we zijn heel gezegend. Eigenlijk dat we dit mogen meemaken en dat we dit hebben. Dus eigenlijk probeer ik overal voor te bidden. Ja, maar best bijzonder, want er zitten allemaal jongens met een ander geloof in jullie team. Ik denk dat Salah heeft een ander geloof dan dat jij. Nee, Salah zit er niet bij. Die nee, is, heeft een ander geloof natuurlijk. Nee, maar we hebben hem wel gevraagd als die komen. Maar die bidt zelf. Ja. Maar het is ook mooi om te zien, want bij Nederlands elftal doen we het ook. En dan bidt Memphis voor ons. En je ziet ook, de groep wordt steeds groter. Omdat... in het begin ben je misschien een beetje alleen, maar daarna zie je dat meerdere jongens bidden en dan kom je er steeds bij en bij. Ze moesten steeds meer bij en bij. En het geeft toch een goed gevoel. Goed gevoel. En dat geeft mij een heel goed gevoel, want ik vind het geweldig. Ja. Om bij elkaar te komen voor de wedstrijd. En ook bezig zijn met dingen die niet alleen met voetbal te maken hebben. Vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ja, we zijn precies. Een gezegend mens. Klopt, we zijn heel gezegend. En daar bidden we ook voor. Ja. En daar bedanken we God ook voor, geven hem ook de glorie voor. Dat wij gezegend zijn, dat we in zo'n positie mogen zitten. Ja. Want het is niet voor iedereen. En, nee. Want je hebt ook heel veel talentvolle jongens die niet de mogelijkheid hebben gehad die wij nu hebben. Ja. En het lijkt, omdat het een alledaags ding is, lijkt het vrij normaal. En wordt het bijna normaal, maar zo normaal is het ook niet. Nee. Dus Oh, mooi. En steeds... Ja, ik vind, en ik denk dat het normaal is, dat je toch moet blijven bedanken. En God de glorie moet geven dat je dat mag meemaken. Je had het net over Oranje. Ja. Dat gaat heel goed, hè? Je gaat nu ook scoren zelfs. Je speelt daar iets aanvallender. Naast Interland drie goaltjes. Ja, dat is mooi. Ja, heel mooi. Ja. Ja, ik
Ik heb het natuurlijk zelf moeten doen, maar dat is de hele grote inbreng van Koeman en technische staf natuurlijk. Want ja, die heeft het natuurlijk weer teruggebracht dat ik op de nummer 10 eigenlijk speel en, ja, en vrij aanvallend speel. En, maakt het jou nog uit op welke positie je het liefste speelt? Want je speelt bij Oranje op een andere, in een andere rol dan ja, bij Liverpool. Ja, klopt. Maar ja, natuurlijk wil je wel het liefst op zo'n rol spelen, aanvallen. Ik weet nog dat tegen de wedstrijd tegen Frankrijk kreeg ik natuurlijk heel veel lof. En vond iedereen dat het heel goed ging. Het was toen de tijd mijn beste wedstrijd in Oranje. Toen we verloren. Maar wat ik zo mooi vond van Koeman en de technische staf, was dat hun vrij kritisch waren. Ondanks ik toch een goede wedstrijd had gespeeld. En ik weet nog dat ik een bespreking had met Koeman, met beelden. En die liet toen zien waarom hij zo kritisch was. En omdat ik gewend ben bij Liverpool vrij veel verdedigende taken te doen, deed ik het in die wedstrijd ook. En ik deed zoveel dat ik eigenlijk het team benadeelde in de eerste helft, omdat we zo ver terug speelden. Omdat ik niet echt op de nummer 10 zeg maar verdedigende werk deed. Ik deed het meer als, ik ga de andere twee middenvelders helpen zoals ik het bij Liverpool deed. Dus in zo'n geval benadeelde ik het team en dat liet hij toen zien. En toen zei hij tegen mij van, natuurlijk wil dat je verdedigt, maar wel als een nummer 10 en niet als een linker of rechter middenvelder. Omdat je dan ook ver van het doel speelt van de tegenstander en ik wil jou in een aanval hebben. En dat vond ik wel mooi, omdat iedereen, het was ook een goede wedstrijd, maar op dat moment kon het ook beter. En daar, toen dat veranderde, zag je ook dat het pressen bij het Nederlands elftal ging veranderen. Door één klein ding wat hij eigenlijk heeft gezegd, is het hele spel veranderd. Dus ja, het is ook mede dankzij Koeman dat dit, en de technische staf natuurlijk, ja, dat het zo goed gaat en dat ik eigenlijk op de beste positie sta. Wat ik knap vond aan jou, en volgens mij ben je niet een echte leider, of ben je wel een leider inmiddels? Ik ben altijd leider geweest. Ja? Ja, maar wat is een leider voor jou? Nou, iemand die zich zo openlijk uitsprak toen over dat racisme. Klopt, maar je kan ook een leider zijn naar het team in de binnenkamers. Ja. Maar toen stond er ineens een Wijnaldum op, die ik niet vaak had gezien. Het is een maatschappelijk probleem. Ik denk dat het ook iets voor de politiek is. En ik vind ook dat er keihard opgetreden moet worden tegen zulke praktijken. Want ik heb gezien dat kan niet. En het is niet alleen racisme naar de speler toe, maar ik zie ook een persoon die Hitler groet doet. Dan denk ik, hoe komt dat in je hoofd om dat te doen? Maar waarom deed je het toen? Omdat ik vond dat er te weinig, tot nu toe ook nog, er wordt gewoon te weinig mee gedaan. En ik vind ook dat te weinig jongens die de positie hebben, of personen die de positie hebben om er wat over te zeggen. Want zo is het nou eenmaal. We leven nu in een wereld waar meer geluisterd wordt naar mensen die een platform hebben. Wat eigenlijk heel raar is. Dan mensen die platform niet hebben. En daardoor vind ik dat mensen met een platform er veel meer over moeten spreken. En hun mening erover moeten geven. Dat het niet goed is. Want er zijn gewoon heel veel mensen die het er niet mee eens zijn. En die vinden dat het moet veranderen. Of harder aangepakt moet worden in Nederland. Maar die doen hun mond niet open. Mm-hmm. Ik weet niet of ze bang zijn om dat te doen. Maar het helpt niet. En dat vind ik jammer. En ik voel gewoon dat er wat gezegd moest worden. Ook dan eerst omdat ik een bruine jongen ben. Ja. Dus ik vond ook dat de mensen moeten zien hoe een bruine jongen zich voelt op zo'n moment. Want wat met het Nederlandse elftal kwamen we ook bij elkaar. En heel vaak begrijpen ze niet wat wij als bruine jongens voelen als zoiets gebeurt. Het is gewoon, het is niet leuk. En, heb jij er nog steeds last van dan? Dat mensen denken dat het... Nou ja, heb jij ook nog wel eens met racisme te maken dan? Of je kinderen? Of... Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Hoe dan? Want ik als witte man snap dat niet. Nee, precies. Omdat jullie het ook niet meemaken. Nee. Wij maken het mee. Hoe maak je het mee dan? Geef eens een voorbeeld. Het zijn kleine dingen. Als iemand bijvoorbeeld tegen een bruin persoon zegt, Zwarte Piet. Dat is al racisme. Maar dat is al geen goed gevoel voor een bruin persoon. En misschien vindt een andere persoon, ja, het is maar een grapje. Maar zulke grapjes zijn niet leuk, snap je? Heel veel racisme op social media. Weet je, daar is trouwens heel makkelijk om racisme te doen. Je gaat ook maken een nep-account. Social media is natuurlijk sowieso ook heel veel gezeik. Zeker. Ja, ja. Klopt. Zeker. Ja.
Dus dit is heel moeilijk om te zeggen hoe je het moet aanpakken, want iedereen heeft zijn mening erover en alles. Maar er moet wel hard tegen worden opgetreden. En ik vind het nu nog een beetje te laks. We gaan naar iemand die heel graag iets wil vertellen over jullie vriendschap. Voor mij is het een persoon die heel goed luistert. Een persoon die, waar ik eigenlijk alles mee kan bespreken. En ik denk dat dat de basis is van een vriendschap. En dat is buiten wat op het veld gebeurt. Wat is het mooiste wat je met hem hebt meegemaakt, buiten de lijnen? Buiten de lijnen, ik denk toch de geboortes van onze kleintjes. Die we dan met elkaar konden delen. Dat zijn momenten inderdaad als je als kleine jongen met elkaar voetbalt. En eigenlijk alleen maar de focus op voetbal is. Als je kijkt buiten het veld, dat eigenlijk het mooiste in je leven is wat er gebeurt. En dat je dat met elkaar kan delen. Dat is speciaal. Ja. Ja? Ja, Lira is heel speciaal voor mij. Echt heel speciaal. Waarom? Omdat... ja, kijk, we hebben in de jeugd gespeeld. Ik weet nog dat Leroy mij opving bij Feyenoord. En ik was nog zo met Sparta in mijn hoofd. Dat ik bijvoorbeeld, ik kom naar Feyenoord. Einde van het seizoen heb ik nog een toernooi kunnen meespelen. Want ik speel bij Sparta tot het einde van het seizoen. En dan heb ik nog in dat seizoen nog een toernooi kunnen meespelen met Feyenoord. Gingen we naar, ik dacht dat het Polen was. Volgens mij was het Polen. En spraken we over hoe het ging bij de clubs. En stel als er een situatie weer voorviel, was het weer van, oh, is het bij jullie zo? Bij ons is het zo. En na een tijdje was Leroy het zat, zei hij, hey Ginny, het is geen jullie en ons meer. Het is nu Feyenoord, je bent bij ons. Dus het is nu ons Feyenoord. En dat was het eerste moment dat hij me ging corrigeren. En maar eigenlijk daarvoor al bij de KNVB en alles. Mm-hmm. Speelden we ook samen en ik kon het altijd goed met hem vinden. Omdat Leroy ook... toen we jong waren, waren we ook heel jaloers op hem. Omdat Leroy de eerste speler was die echt tweebenig was. Dus we wisten niet met wat voor benen hij goed kon schieten. En we vonden Leroy altijd een hele goede speler bij Sparta. Toen hij bij Feyenoord speelde. Mm-hmm. En bij de KNVB is eigenlijk gegroeid. Toen ben ik naar Feyenoord gegaan en hebben we samen de elftallen doorlopen. Ja. En ze hebben bij het eerste gespeeld en eigenlijk het Nederlands elftal. Maar dat is toch mooi, zo ben je van pupil, aspirant, junior geworden en uiteindelijk papa. Ja, klopt. Daar heeft hij het over. Ja, dat zijn hele mooie momenten voor ons beiden. Wat hij ook zegt, Leroy en ik die bespreken ook heel veel privé dingen. Dus er zijn dingen van mij die hij weet, die niemand weet. En dat ik dingen van hem weet die niemand weet. Zo diep is onze relatie dat we echt, wat ik net zei, wat ik met Jetro en Memphis heb ik ook met Leroy. Ja. Gaat echt heel diep. Maar bijzonder toch dat je nu ook dingen als kinderen met elkaar kan delen. Ja, precies. Als we elkaar ook bellen en die kinderen zijn er, dan praten we ook weer echt met die kinderen en zo. We zijn eigenlijk gewoon oompjes van die kinderen. Dus, dat is wel mooi. We sturen ook filmpjes naar elkaar van die kinderen. En het is eigenlijk gewoon, we praten over van alles. Ja, dus... je hebt er drie, hè? Drie, ja. Klopt. Ja. Zit er nog eentje aan te komen? Ja, klopt. Ja, hè? Komt er ook nog eentje aan, ja. Ah, ook buiten het veld presteer je? Het gaat hard, ja. ik scoor wel buiten het veld. Ja. Dus... Wat is het mooiste aan het vaderschap? Het wordt eigenlijk steeds mooier. Het vaderschap is eigenlijk steeds meer nieuwe dingen vinden. Omdat niet elke kind is hetzelfde. En ik denk ook niet dat je hetzelfde blijft als vader. Dat je meer gaat leren als vader. Ik ben ook niet dezelfde vader als die ik was toen ik 20 was. Dus ik denk nu heel anders over het vaderschap. Dus, en neem je dan ook dingen mee van je eigen opvoeding? Want dat is ook heel anders, want jij bent door vrouwen opgevoed. Ik ben door vrouwen opgevoed, ja. En mijn oom, dat was eigenlijk de enige man in mijn familie. Mm-hmm. Ja, het is heel anders. Het is ook anders als ik mijn kinderen bijvoorbeeld naar mijn oma breng. Mijn oma die was voor mij, ze was heel los. Ik mocht alles doen wat ik wou. Tenzij het op school goed ging en ik hield me gewoon aan de regels. Maar de dingen die ik niet mocht doen, die mogen mijn kinderen wel doen bij mijn oma, zie ik bijvoorbeeld. Weet je? Dus
Dat is ook wel raar om te zien. Ja. Omdat ze vroeger, dan zei ze, kreeg ik bijvoorbeeld een standje als ik iets in deed. En bij die kinderen is dat, laat haar maar. Ja. Ik las, jij hebt ooit gezegd, ik ben Nederlands opgevoed op de Surinaamse manier. Ja, klopt. Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn oma die was, was heel hard. Mijn tantes ook. Ik kreeg ook wel eens klappen als ik iets niet deed. Oh? Ja, daarom was ik ook heel gedisciplineerd. Ik wist wat ik mocht en wat ik niet mocht. Maar toch maak je wel fouten als kinderen. En maar ook als echt een Nederlander. Ik mocht thuis ook geen Surinaams praten van mijn oma. Mijn oma sprak Nederlands en Surinaams. Nu doet ze voornamelijk alleen maar Surinaams praten tegen mij. Ik praat nu ook Surinaams terug met haar. Maar vroeger mocht dat absoluut niet. Was het Nederlands praten. Ik moest en zou Nederlands praten. En je moest u zeggen? Dat moet altijd, ja, dat moet. En jouw kinderen ook? Ja, die zeggen ook u. Tegen mij, tegen oudere personen. Okay. Ja, dat is logisch. Dat is geen, ook tegen ouders. Dat is geen je. Dat kon niet. Dus, nee, maar nog steeds niet, dus? Nog steeds niet. Nee, ik zeg altijd u. Maar ook jouw kinderen tegen jou dus? Ja. Okay. Ja, mijn kinderen zeggen u. Ik weet nog dat de kinderen van mijn broertje, die waren bij mij en die zeiden het ook. Die zeggen ook u. Dus ik merk gewoon bij de kinderen van mijn neefjes en nichtjes, of neven en nichten, dat iedereen gewoon, omdat wij het allemaal zo geleerd hebben, dat onze kinderen het eigenlijk ook zo leren. Ja. Het was voor mij zelf raar als ik bijvoorbeeld op de club kwam en iemand zei tegen zijn moeder of vader of opa of oma, je. Dat komt bij ons niet. Dat is taboe. Gaan ze in Engeland opgroeien? Ja, twee kinderen, mijn zoontje en met de andere die eraan komt wel. Mm-hmm. Mijn twee dochtertjes wonen met hun moeder in Nederland. Maar gaan ze nog lang in Engeland blijven? Dat weet je nooit, hè? Nee, daarom vraag ik het ook. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, maar je weet toch wel wat de intentie is? Want mijn intentie? Ja, Humphrey zei, we maken voor ieder jaar een plan. We hebben een heel plan. Ja, maar dat is voor dit jaar. En dit jaar is gewoon een plan om weer dingen te winnen. Ja, nou dat gaat wel lukken. Ja, met Gods wil wel. Ja. Maar daarna, wat wil je? Wat ik wil? Ja. Hoe ga jij eindigen straks? Einde van het jaar? Nee, gewoon. Ja, aan het eind van je carrière. Je bent straks 30 geweest. Ben jij iemand die lekker gaat cashen in China? Dat is cashen in China. Dat weet je niet. Het is moeilijk te zeggen. Nou, je zegt niet gelijk nee. Ja, maar iedereen wil cashen, toch? Ja, lekker toch? Ja, heerlijk. Maar dat zou ook wel. Misschien denk ik aan die tijd wel van, ik wil terug naar Feyenoord of ik wil naar PSV. Ja. Misschien wel terug naar Sparta. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Dat kan ook. Dat weet je nooit. En, maar zie jij jezelf terugkeren naar Feyenoord? Ja, ik zie alles eigenlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Maar ook naar PSV. Of zelfs Sparta. Ik kijk wel eens naar Sparta en denk van zo, het zou ook wel mooi zijn als ik daar gewoon mijn laatste jaar of jaren speel. Dus het is het moeilijke van mijn carrière tot nu toe is dat ik bij... ik heb in Nederland bij drie verschillende clubs gespeeld en bij alle drie is het heel goed gegaan. En daar heb ik heel goed gevoel aan overgehouden. Dus, maar je kan er maar eentje kiezen. Dus dat maakt het moeilijk. Maar misschien wil je dat helemaal niet. Ik leer ook van andere spelers bijvoorbeeld. Van Nistelrooy, die had volgens mij, als Van Nistelrooy is, die heeft volgens mij een belofte gemaakt dat hij ooit terug zou keren. Maar op latere leeftijd wou hij dat helemaal niet meer. Dus beloftes kan je nooit maken. En als ik kijk naar Seedorf, die heeft tot, ik weet niet hoe oud, op hoog niveau gespeeld. En dat wil je als speler ook. Wat ik nu meemaak is gewoon uniek. En is, dat wil je als voetballer. Je wil op het hoogste niveau spelen. Je wil prijzen pakken. En als je dat kan doen tot 38 of weet ik veel hoe oud, dan is dat mooi. Eigenlijk, wat ik het liefste wil, is niet... Ik kijk niet echt naar spelen voor een club. Ik wil gewoon zo lang mogelijk op hoog niveau spelen. En wat mijn droom is, dat is dat ik tot... Ja, dat mijn carrière zo lang duurt, dat ik zo lang fit kan blijven, net als Seedorf. Of in Italië zie je het heel veel. Zlatan heeft het nu ook. Hoe oud is Zlatan? 36, zoiets. Naar Milan. Ronaldo doet het. Dat is wel mijn droom. Dus het is niet zozeer van... ik moet naar Feyenoord, PSV of Sparta. Of cashen in China of wat dan ook. Het is toch echt van zo lang mogelijk op niveau spelen. En ja, dan zie je wel waar. 2019 was denk ik het mooiste jaar in jouw carrière.
Sportief gezien? Sportief gezien. 2017 was het mooi, omdat ik mijn debuut heb gemaakt. Maar ja, de Champions League winnen is... ja. Is dat, kijk, het is, tot nu toe was dat het begin. En ja, het eind, de Champions League is niet het eind, maar het is een piek en nog een piek. Ja. En het zijn gewoon twee hele mooie dingen. Wat is er voor nodig dat 2020 jou net zo gelukkig maakt als 2019? Nou, kampioenschap met Liverpool, dat zou heel mooi zijn. Prachtig. Ook omdat, als je ziet de manier waarop, we zijn vorig jaar tweede geworden met 97 punten. Dit jaar... gaat wel goed komen. Ja, ik kan zeggen, we hebben niet verloren. Eén keer gelijk, hebben we de rest alles gewonnen. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je, ik denk als je begin van het jaar had gezegd van... zou je tekenen voor 94 punten of wat dan ook, of 90 punten, dan zou je misschien zeggen, dat zou al gedaan hebben. Maar dit is natuurlijk uniek wat nu gebeurt. Dus ja, en als je de supporters ook het kampioenschap kan geven, de club. Want ik denk dat wij als spelers, met de trainer, hebben we de club toch weer omhoog gebracht. Ja. Want het was een tijdje, had Liverpool het moeilijk. En nog nooit de Premier League gewonnen, dat is toch wel een. Ga je toch wel de geschiedenisboek in. Dus dat maakt het wel mooi. En natuurlijk op het EK, waar ik ook heel erg naar uitkijk, hoop ik gewoon heel goed te doen. Omdat de kwalificatie is goed gegaan, de Nations League is goed gegaan. En dan hoop je het gewoon een vervolg te geven met het team. En mijn eigen prestaties bij het Nederlands elftal. Ik voel me zo goed daar, zo vrij. Ja. En dan nog een kleine Wijnaldum op komst. Oftewel, dit wordt weer een prachtig jaar. Ja, precies. Dat ook nog. Kijk, we praten alleen maar over het sportieve. Dat is nog het belangrijkste. De kind krijg. Ja. Daar kan eigenlijk niks tegenop. Nee, dat was ik gewoon vergeten. Ik dacht gewoon echt alleen aan het sportieve. Nee, dat is het belangrijkste. Het mooiste. En dat, mijn vriendin een goede zwangerschap krijgt en alles. Bevalling. Ja. Dat zijn belangrijke dingen dan het voetbal. Dus als dat allemaal gebeurt, of als dat gebeurt, dan kijken we weer naar het sportieve. En dan wat ik net gezegd heb, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En dan heb je natuurlijk nog een paar maanden daarna. Maar ja. dan is het zo goed als heel mooi. Mag ik je bedanken voor deze speciale FC Rijnmond hier in Dubai? Ja, ik wil jullie ook bedanken dat jullie gekomen zijn. Dat is mooi. Ja, nou, heel erg bedankt. En veel succes en geluk met alles. Ja, dankjewel.